In de klas zaten er een groep kinderen die zich alleen interesseerden voor spulletjes, games en muziek. En waar heb je deze gekocht? Ergens in een winkeltje. Ik weet niet meer precies waar. Wil je ook kijk mijn record met Flap weer? Nee, joh, 26. Vandaag komen er 3 veteranen op school om te vertellen over hun werk. Ik hoop wel dat het een leuke klas is met veel geïnteresseerde kinderen. Ja, ik hoop ook wel dat ze interesse hebben in wat te doen. Het is echt heel cool dat die veteranen in de klas komen, hè? Ja. Oh, kijk, daar zijn ze al. Kom, we gaan het tegen de klas zeggen. Ja. Veteranen komen. Ik vind veteranen echt niks. Wat zijn het eigenlijk? Ik weet het echt niet. Het boeit me ook echt helemaal niks. Veteranen zijn die mensen, man. Ze hebben bazooka. Ze schieten zo toe, toe. Wat zeg je allemaal? Ja, volgens mij schieten ze helemaal niet zoveel, hoor. Als ze zo komen, kunnen we het aan ze vragen. Is dit het lokaal waar we moeten zijn? En bent u juf Kelly? Ja. Oh ja, jullie moeten bij ons zijn. Hallo, ik ben in Afghanistan geweest voor 8 jaar. Ik heb daar veel missies gedaan. Hallo, ik ben in Bosnië geweest en heb daar heel veel scholen opgebouwd. Want ik ben onder andere in Libanon geweest. Daar hebben we dat was echt een bijzondere tijd. Daar hebben we heel veel mensen geholpen. Met snipers geschoten, zo ging ze zo neer. Nou, het Nederlandse leger gaat meestal op vredesmissie. Je schiet niet eens mensen neer. Is er eigenlijk ook een beauty salon? Nee, in de landen waar wij komen, daar zijn dat soort dingen niet. Dat is stom. Wij willen niet leven. Ja, dan ga je toch dood. Wat een rare vraag stellen ze. Ja, een beauty salon is toch helemaal niet belangrijk? De veteranen merkten ook dat de kinderen niet zo geïnteresseerd waren. Jongens, kom eens even, ik wil even wat zeggen. Want die kinderen die daar links in de klas zitten, die hebben er helemaal geen interesse voor. Nou, op deze manier heb ik echt geen zin om een les te geven. Misschien kunnen we hem ergens meenemen. Ja, misschien kunnen we op missie nemen. Ja, dat is een goed plan. Misschien leren ze daar wel wat van. We hebben een voorstel. Ja, we willen jullie meenemen op een missie om te zien hoe het daar echt is. Zo, mogen we op missie? Kunnen we dan ook zo schieten? Zo boem, 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 boem. We gaan wel op missie, maar geen mensen neerschieten. Nou ja, dan moet het maar. Nou, ja, dat lijkt op een helikopter. Ja, het klopt. Het zijn helikopters. Ja, want we gaan nu vertrekken. Met de helikopter vlogen de kinderen naar Afghanistan. Oké, kom mee. Daar landen ze in de buurt van een school die de veteranen gebouwd hadden. In de klas gaf de leerkracht les aan een groepje meisjes. Deze school is gebouwd door Nederlandse soldaten. Oh, waar ligt dat, meester? Een hele goede vraag. Nederland is deze hele kleine land. Dat zo'n klein landje zoveel geld heeft om zo'n school te bouwen. Daar wonen vast zeker heel aardige mensen. Nou, ik ken geen alle Nederlands, maar die Nederlandse soldaten die ik ken, zijn wel heel aardig. Buiten de klas stonden de kinderen uit Nederland. Oké, we zijn nu gekomen in Afghanistan en we gaan nu bij een klas kijken. Ik wil graag dat jullie ook even kijken hoe het daar is. Deze land betaalt ook heel veel belasting. Hey, wie zijn dat? Meester, wie zijn deze mensen? Dit zijn de mensen die deze school hebben gebouwd. Maar wat doen jullie hier? Ja, we zijn hier met een groep Nederlandse kinderen die... Ja, er moesten een les voor geven en die zijn een beetje ongeïnteresseerd. Dus. Oh, Oké, laat ze maar komen. Dan kunnen ze kijken wat we hier doen. Kom maar naar binnen. Zelfs in Afghanistan hadden de kinderen nog commentaar. Zouden ze dan helemaal niks leren van deze missie? Die nagels dan? Die echt, haren? Ze moeten een keer weer verzorgen. Toch viel een paar kinderen ook wel wat op. Ze hebben helemaal geen spullen, maar toch hebben ze hier plezier. Nou, willen jullie laten zien dat niet alleen spullen nodig zijn om plezier te maken? Omdat we hier toch zijn, kunnen we ze beter helpen. Wat moeten we hier dan doen? Ja, er moet nog een waterput komen en een groot schuur. Nou, kom op, laten we dat dan doen. Oké, mijn groep, kom, wij gaan een waterput bouwen. Goed, ja. Mijn groep, we gaan een schuur bouwen. Luister! Mijn groep, kom, we gaan de school verbeteren. Gezamenlijk gingen de kinderen in de buurt van de school aan de slag.
eind van de dag sprak de veteraan de kinderen toe. Oké, de missie is volbracht. Maar wacht eens even, het is helemaal niet af hier. Ja, maar dat was niet onze missie. Nou, onze missie was om de Nederlandse kinderen te laten leren dat spullen niet het belangrijkste zijn. Ja, volgens mij hebben jullie nu vrienden gemaakt en dat is veel belangrijker dan het nieuwste merk nagellak. Yeah!